Hi, I'm Valtteri Moren. I'm 27 years old and I'm a central defender for Waasland Pattern. Een hele rits vervelende blessures en daar nog eens suikerziekte bovenop. Na jaren van pech lijkt Valtteri Moren er nu weer helemaal te staan. 10 van de laatste 11 wedstrijden stond de Finse verdediger 90 minuten op het veld. Of course, if you have some difficulties, all the good moments feel even better. But yeah, I hope I can continue the same way now. Do you enjoy it more than before? I can't say maybe enjoy, but maybe I can appreciate it more, you know. Moren is ondertussen al aan zijn 4e seizoen bezig bij Waasland Beveren. Je zou dan ook verwachten dat hij stilaan een aardig woordje Vlaams begint te spreken. Goedemorgen, smakelijk. Not so much, just some easy stuff, you know. But I think I would have learned more if nobody spoke English here, but everybody's speaking so good English, you know, so I never really had to like learn it. But I noticed I learned to understand it much more than speak, because I never speak it anywhere, but I have to listen to it all the time, so I understand it a little bit, you know. Samen met Vukotic en Kofrier is Moren's taak de boel achteraan goed gesloten te houden. Max is like very fast. I try to keep it together, you know, everything. And Vuko is like really strong in duels and in the air. So, of course, there's like a little bit of everything. But I think we can still like improve as a like a playing together. I think we still have like stuff to do there. Valtteri ziet er op het eerste gezicht een heel gereserveerde, zeg maar, coole kikker uit. Maar vergis je niet, achter die façade zit best wel een grappige kerel. I have my moments, you know, but for sure I'm like more calm than some other guys, but I don't know, maybe I have that like sense of humor that I just like to say like stupid things, but with a serious face, you know. That's maybe my thing, you know. And of course I don't do it like as much as somebody else, but I have my moments. Grappen en grollen doet hij dus best wel vaak. Met zijn toekomst is hij voorlopig minder bezig. I'm not the type of guy who like plans too much ahead, you know. I try to just concentrate on training and playing and yeah, we'll see then after what happens. I still have one more year contract, so I think there's no rush to make a decision on one way or another, so we'll see what happens. I don't know, maybe my real name is too difficult. And I heard it's like a Belgian name, Walter, for old people or something. That's what I heard. I'm not saying it's like that, but you tell me. You like it? No, I don't mind, you know, it's, why not? If it makes, if it's easier for somebody, why not? Okay, thank you, Walter. Thank you. In het kader van de warmste week met de match tegen Lokeren hebben wij gezegd, ja, we gaan een initiatief nemen voor toch ook iets te doen voor een tehuis dat ons heel nauw aan het hart ligt, de Klaproos. Omdat we weten dat het een privé-initiatief is waar toch zwaar gehandicapten opgevangen worden, zowel nacht als dag. De mensen die op de business zijn, die kregen iedere match, na de match, kregen die een pakje friet. Wordt aangeboden, altijd gratis. Dit jaar hebben we gezegd, ja goed, in het kader van de warmste week gaan wij vragen, als iemand een tipzak friet neemt, dat hij een vrijwillige bijdrage geeft voor de puntzak friet dat hij kreeg. En zo hadden wij toch wel een schone som van €2000. Zie hoe blij de mensen hier zijn met onze komst. En voor ons is dat eigenlijk maar iets kleins om te doen. Het is eigenlijk heel mooi om te zien hoe die mensen daarvan genieten. We was here to support these people because they are like us, you know. And they also need some support. Like we need support from them and from
from all of them during the game. Like that, they need those support from us. Als voetbalclub hebben we meerdere doelstellingen, waaronder ook een sociale doelstelling. En daarom komen vandaag de Klapro's een warm hart toesteken. Yeah, it's already a couple of days that the weather is good. Mathematically, it's not still done houden in eerste divisie, maar oké, we moeten verder doen en verder kijken, nog punten te nemen. En ja, volgende wedstrijd is tegen KV Kortrijk. Ik wil winnen, so we willen zien. Is de concentratie wat minder bij de spelers nu door die mooie zegen of zie je nog altijd een scherpe groep om zaterdag tegen Kortrijk te winnen? But I'm the guy that has always to put that that concentrations and I have to keep them focused on the objective. So I said no releasement now because normally everybody said that we are saved, but I want to take points. So for me, I have an objective maybe in the last four games. So I don't taking like 7 points in this. Four last games. De crossbar challenge of eenvoudigweg latje trap. 5 pogingen van buiten de 16 om de deklat zoveel als mogelijk te raken. Spelers en staf van Waasland-Beveren gingen de uitdaging aan. Deze week aan de beurt. Een man met buskruid in de benen, Floriano van Zo. WBTV werd mede mogelijk gemaakt dankzij deze partners.